Ja, dat is hem dan, de Highline XL. En ja, u ziet het aan de buitenkant doordat het erop staat. Maar verder wordt het, het extra stukje wordt afgedekt door de zijfender. Die kan ook meteen niet meer open, zou ook weinig zinvol zijn. Want achter die zijfender, ja, daar zit gewoon die cabineverlenging. Ja, hij staat hier achter me. Ja, aan de buitenkant zie je er niks aan. De verlenging zit achter de zijfenders. Maar laten we er eens in kijken. Want daar zit natuurlijk het echte nieuws. Kijk, er ligt lekker veel sneeuw op de matjes. Ja, en dit is dan de binnenkant van die S-Highline XL cabine van Scania. De langere cabine. Je ziet de verlenging in het zijprofiel, zie je hier. Dat stukje is die langer. Je ziet het ook in het plafond. Hier zit dat extra stukje. Je hebt nu twee gordijnrailtjes, ook wel bijzonder. De standaard bovenkastjes zitten wat verder naar achteren. Maar ik neem aan dat je gewoon een tweede bed kunt krijgen. En ja, verder een breed bed zonder inhammen. En daar hebben ze een... ja, de koelkast zit op dezelfde plek. Dus daar hebben ze een, ja, een deel bij bedacht. Daar kun je je telefoon inleggen. Of een bekerhoudertje. Ja, zo heb je toch heel veel extra ruimte in je Scania cabine. Ja, het wachten is nu natuurlijk op het nieuwe gestroomlijnde neusje van Scania, waardoor die voldoet aan die nieuwe Europese wetgeving, net als de DAF, waardoor je ook in Europa met een 1360 oplegger mag rijden met deze extra lange cabine. Op dit moment mag dat gewoon niet. Het mag wel als je een kortere trailer hebt, maar ja, voorlopig is het wachten daar even op. Ik hoop dat we dit jaar nog wat zien van Scania, misschien volgend jaar, dat er iets aankomt. Dat weet ik bijna zeker.